Hallo mensen van GameTijd en welkom weer bij een nieuwe video. In deze video gaan we weer Minecraft Survival Island doen. En ik heb super veel zin in. In deze Minecraft Survival Island gaan we verder waar we vorige keer waren gebleven. En de vorige keer waren we bij deze tempel gebleven. En hij begint echt wel aardig mooi te worden. En ik hoop dat we nu gewoon echt een heel stuk verder gaan komen. Eerst wil ik eventjes een kleine administratie doen, want ik ben wat dingen vergeten op het bord te zetten. Dus ik ga nu die dingen eerst even op het bord zetten. En daarvoor moet ik natuurlijk wat mooie bordjes hebben. Maar zoals ik kijk, hebben wij geen bordjes hier op dit moment. Dus die moeten we gewoon eerst eventjes gaan maken. Had ik wel bordjes? Ja, hier, ik heb twee bordjes. Nou, misschien moet dat genoeg zijn. Ik weet het persoonlijk niet zeker. We gaan even kijken. Zo. Even wat eten. Nou, niet dit in ieder geval. Waar kan ik die aardappel droppen? Waar kan ik ze droppen? En daar kom ik zo meteen ook op terug. Want ik heb echt iets goeds. Maar dat ga ik zo meteen eventjes vertellen. Slash in beeld laten komen. Kleine hint. En ja. We gaan eventjes eerst die dingen op het bord zetten. Dus ik wilde nog een automatische kelp farm en een automatische smelter. Zo, die dingen staan op het bord en ik zie dat het ook weer nacht gaat worden, dus laat ik eventjes richting mijn bedje kruipen zodat wij het overdag kunnen overleven en dat we 's nachts gewoon rustig en veilig op ons plekje zitten. Zo. En dan wil ik ook gelijk de allereerste reactie in beeld laten komen. En die reactie die komt nu in beeld. En die is van Mitch03. En die zegt: zo, eindelijk krijg ik een idee hoe de tempel eruit gaat zien. Het begint mooi een vorm te krijgen. Ben benieuwd hoe hij eruit ziet als hij klaar is. En nu komt hij. Nog een tip. Als je leer wilt hebben, kun je ook in de Nether de zwijnen killen. Die droppen ook leer. Nou kijk, en dat is iets dat ik helemaal niet aan gedacht. Maar die droppen natuurlijk ook gewoon leer. En dan kunnen we gewoon straks itemframes maken. Dus dat is sowieso iets wat ik binnenkort ga doen. Want dat is iets dat is gewoon belangrijk. Dat hebben we nodig. Dan weet ik eigenlijk wat er in de kisten zit. En deze aflevering ga ik gewoon verder aan het dak. Dus laten we voor het gemak even hier een crafting table maken. Want dan... Oh, dan zet ik hem gewoon hier neer. Want die crafting table die gaat ervoor zorgen dat we niet de hele tijd naar boven toe moeten. Want dat is best wel irritant als we echt de hele tijd naar boven toe moeten. Ja, ik wilde hier wilde ik dus dit gaan plaatsen, want dat vond ik iets mooier eruit zien. Zo. Kijk, en nou is hij nog net even iets mooier afgewerkt. En dit gaan we gewoon dichtmaken. En daar heb ik ook een idee voor. Daarvoor heb ik wel wat spullen nodig. En het is verstandig om deze birchbomen te plaatsen, want dan gaan ze ook weer groeien. Want het gaat echt de goede kant op met die birchbomen. Kijk, ik heb ook gewoon meer dan 2 stacks hout. En dat is ideaal. Dus dan gaan we even dit doen. Dan kunnen we dit ervan maken. Zo. Ja, mijn inventory zit vol. Weet je, ik ga eventjes wat dingen droppen die ik op dit moment niet nodig heb. Mensen, laat eventjes in de comments weten wat kan ik met die taarten doen. Taarten? Nee, met die eieren. Ik kan er natuurlijk taarten van maken. Dat kan, maar dat wil ik niet. Kijk, deze doen we zo. Ja. Die doen we zo. En dan zo, denk ik. Ja, we kunnen hem ook gewoon aan 2 kanten gaan doen. Dat zou wel mooi zijn, als we dit gewoon aan 2 kanten... Ja, we gaan het aan 2 kanten gaan we eigenlijk hetzelfde patroon doen. Nou, dat gaat dus nu al niet lukken. Wacht. Even na te denken wat verstandig is. Ik denk dat we het beste in het midden in ieder geval dit kunnen doen. We kunnen het toch nooit dichtmaken. Oeh, dit gaat lastig worden hoor. Weet je, daar kom ik zo meteen op hoe we dit dicht gaan maken. Maar misschien moeten we het wel open laten. Ik ben daar ook gewoon nog steeds niet over uit of ik hem nou open of dicht wil hebben. Laat ik gewoon eerst het dak maken. Dat is denk ik een beter idee. Daarvoor hebben we natuurlijk deze spulletjes nodig. Nou, daar hebben we op zich redelijk genoeg van. Nou ja, niet in de zin van dat we er genoeg van hebben, dat we er klaar mee zijn. Maar dat we gewoon genoeg van die spulletjes hebben. Kijk, en hier wil ik dan verder gaan. En dan is het misschien wel een idee om voor het gemak niet te moeilijk gaan doen. Nou, en daar ben ik heel slecht in, want ik wil nu alweer wat anders doen. Oh, ik ben zo slecht in iets simpels bouwen. Ik vind dat gewoon nooit leuk. Kijk, het moet een beetje... Ik moet een beetje een andere vorm hebben.
Maar dit vind ik dan weer niet mooi. Ik dacht van, nou, ik wil dat ook hier niet hebben, maar ik plaats het verkeerd. Ja, dit is hoe ik hem wil hebben. En datzelfde gaan we dan hier doen. Zo. En hier eentje bij. Dan maken we dit weer dicht. Dan wordt het perfect. Ja. Dan gaan we deze aanvullen. En dit maken we helemaal dicht, het dak. Of niet? Dat is ook nog een dingetje. Gaan we het überhaupt dicht maken? Ik heb alweer een nieuw idee bedacht. Die ideeën bedenken gaan echt altijd super snel bij mij. Dat is gewoon top. Want dan wordt het wel speciaal. Het wordt niet gewoon zoiets standaard. Dit hebben we zo. Mijn idee namelijk is om hier verder te gaan. Dat is goed. Want dan wordt die mooi dicht. Dat is wat ik wil. Zo. En dan laten we hier weer pilaren van maken. Want met die pilaren kunnen we weer wat moois doen. Want die pilaren die worden gewoon weer zo smooth. En die laatste natuurlijk. Zo, en mensen, laat ook eventjes in de comments weten. Wat vinden jullie van de tempel? Zelf vind ik hem echt wel goed lukken nu. Er komt steeds meer wat uit. En daar ben ik blij om, want dat is uiteindelijk wat ik wel wil hebben. Ik had er niet af moeten vallen, dat vind ik vervelend. Waar zijn mijn spullen hier? Gaan we dit eventjes weer omhoog maken. En dan moeten we die weer hebben en dan doen we dat hier ook. En kijk, en dan kunnen we weer verder aan de tempel een beetje. Het begint echt steeds meer, ja, een mooie vorm te krijgen, vind ik zelf. Kijk. En dan dit pilaartje. Maar hij is denk ik net iets te laag. Misschien is het wel mooi om in dat opzicht, zeg maar, alle maten een beetje hetzelfde te houden. Zo. En die. Want als ik hier nu ga kijken. We hebben natuurlijk hier een bepaalde hoogte gebruikt. Vanaf hier. Dus dat is 1, 2, 3. Dat is gewoon 4. Dus ik denk dat het ook het mooiste is als we dat dan ook 4 gaan doen. Want anders dan komt er zoveel verschil in. En dat vind ik dan minder mooi worden persoonlijk. Dus ik zeg hopsakee. En we gaan er gewoon overal nog even eentje bij doen. Oh nee. Zo. Daar ging ik bijna dood. Ik moet even wat eten. Anders ga ik echt dood. En ik wil niet dood gaan, want ik ben net level 30. En als ik level 30 niet meer ben, dan is het zonde. Want dan moet ik dat allemaal weer gaan verzamelen. Daar heb ik geen zin in. Oké, dat was dus niet mogelijk. Dan weten we dat. Laat ik dan ook gelijk even zo doen. En daar kan ik weer niet bij. Maar ja, laat ik dit gewoon hier plaatsen. Mensen, laat even weten hoe gaat het met jullie. Het was natuurlijk de afgelopen dagen erg mooi weer. Dus ik ben wel eigenlijk benieuwd hoe gaat het met jullie. Met mij gaat het heel goed. Ik heb genoten van het mooie weer. Ik hoop jullie ook. En ja, ik ben gewoon weer lekker aan het opnemen. Ik had er echt zin in om weer een video te maken. Ik had namelijk op de laatste video hadden best wel wat views gehaald. Dat vond ik heel leuk. Bedankt daarvoor, in ieder geval. En ja, dat gaf me gewoon heel veel motivatie om nog een keer een video te gaan maken. Dus deze neem ik ook al vrij snel op. Het is op dit moment vrijdag. En ik denk van ja, waarom zou ik niet gelijk de video gaan opnemen? Kijk, en dit is eigenlijk een beetje wat ik wil. We hebben nu dit gedaan. Nou moet ik nog op een of andere manier ervoor kiezen van dit moet dicht. Nou ja, wat mij wel mooi lijkt om te doen is die zo en dan... Ik wil iets met dat steen doen. Ik heb ook niet zoveel van dat steen. Dus we kunnen er eigenlijk nu op dit moment niet heel veel mee. Dan moet ik even wat steen gaan halen. Dus laat ik dat eerst even doen. Pop, 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 pop. Gaan we naar beneden. Kijk, dat trappetje is echt ideaal. Want dat zorgt er gewoon voor dat we gewoon rustig naar beneden kunnen gaan. Even kijken, want als het goed is heb ik hierboven heb ik wel genoeg van dat steen zitten. Jazeker. Ja, mijn inventory zit niet heel vol. Hij zit wel aardig vol, want ik heb wel echt aardig wat spullen moeten verzamelen de laatste tijd. Maar kijk dan. Wow. Goh.
Mensen, niet normaal is dit, echt. Dames en heren, jongens en meisjes. Dit wordt de allermooiste tempel die je ooit gaat zien. Ik weet niet waarom ik sterren heb gehangen, want ik wil eigenlijk uiteindelijk helemaal niks met sterren gaan doen. Want ik wil deze hier plaatsen. Weet je, ik ga wel wat met sterren doen. Die komen hier. Kijk, en dan krijg je weer net een andere vorm, andere dynamiek. En die wil ik hier hebben. En deze mag dan weg. En dan komt hier weer een blokje. Dus dan komt hier een blokje en een ster daartegen aan. Oh, magnifiek. Dan doen we die zo. En dan om het een beetje dicht te maken, doen we hier ook nog een blokje. En hier ook nog een blokje. Kijk dan. Val ik gewoon weer naar beneden. Dit gaat echt niet goed zo. Maar ik moet eigenlijk weer gaan slapen, want het begint alweer nacht te worden. Kijk, de zon die gaat mooi onder en zo. Zal ik even kijken. Ja, dit is wel hoe ik ongeveer wil dat de tempel wordt. Hij moet echt speciaal zijn, mensen. Dus laat eventjes in de comments weten. Is de tempel op dit moment speciaal? Ja of nee? Is het een standaard tempel? Of zeggen jullie van nou, wat je hier hebt gemaakt, dat is inderdaad wel speciaal. Dat zien we niet vaak. Persoonlijk denk ik inderdaad dat je het niet zo vaak gaat zien. En het is echt de nacht, dus ik moet wel echt nu gaan slapen. Hey, een leuke schildpad. Ja, het was gewoon opeens, was het 30 graden of zo. Dus het was erg warm. Ik heb gevist. Ik ben naar de skatebaan geweest. Ik ben klaar met school. Ik heb mijn hele school afgerond. Ik hoef nooit meer naar school, mensen. Dus ik kan nu gewoon lekker video's maken. Dat is iets wat ik echt leuk vind om te doen. Dus dat ga ik dan ook gewoon lekker doen. En ja, ik ben gewoon aan het werk en zo. Ik ben leuke dingen aan het doen. Ja, als je gewoon klaar bent met school. Ik weet niet of jullie al klaar zijn met school. Denk het niet. Ik denk dat het publiek best wel jong is. Maar als je al klaar bent met school, geloof me, dan denk je echt van wow. Wat heb je opeens een tijd over? Want 100% van je tijd kun je nu gewoon zelf bepalen. En dat gevoel is gewoon machtig fijn. Want het is nu gewoon van ja, ik ben klaar met school. Met dingen die ik moet doen. En dan is het gewoon, ja, wat ga ik doen? Ja, ik ga lekker zelf kiezen wat ik ga doen. Niemand die meer bepaalt wat jij met je tijd doet. Kijk, en dat is ideaal. Dat is uiteindelijk wat je wil hebben. Dat je gewoon zelf daar verantwoordelijk voor bent. En dit plaats ik verkeerd. Zo, dit is echt wel een... Nee, ik plaats hem wel goed. Toch? Ja, ik plaats hem helemaal perfectos. Die komt daar. Die komt daar. Nee, die komt daar. Zo. Dat heb je wel met dit soort vormen. Dat je helemaal in de war raakt van, ja, wat moet ik nou doen? Maar als het goed is, bouw ik hem tot nu toe wel redelijk goed. Dit was een blok. Dat was een blok. Dat was een blok. Dat was een blok. Dit was een ster. Dit was een ster. Dit was een ster. Dit was een ster. En dan was dit zo. Dit was een blok, dat was een blok. En dit was nog zo'n dingetje. Kijk, en hier kan je natuurlijk ook gewoon wat dicht gaan doen. Bijvoorbeeld zo. Ik denk dat dit wel mooi is. Zo. Toch? Mwa. Kan. Het kan, het kan. Het is niet dat ik gelijk denk van wauw. Super bijzonder of zo. Maar het kan. Het kan ermee door. Wat had ik het ook al hier gedaan natuurlijk. Kijk, en dan gaan we gewoon nog een soort van dakje erop maken. Ik denk dat het open het mooiste is. Dat hij open is, maar dat hij wel een dakje heeft. Dus dat dit gewoon voor de rest open blijft. En dan wil ik eigenlijk een beetje hetzelfde doen als we net hebben gedaan met die vormen beneden. Volgens mij was dat... ja, dat was zo. Dus dan komt er hier ook een blokje bij. En dan moet ik deze dingen weer hebben. Dus dat wordt zo. Ja, perfect. Die sprong was precies te halen. Kijk, zo. Nee. Ik ben helemaal in de war. Ik ben gewoon opeens helemaal in de war. Want ik kom wel op 3 hoog. Ja. Ik kan het gewoon niet zien. Ik kan gewoon niet zien hoe die gebouwd is. Hij is zo speciaal. Even kijken. Dit is 2 hoog. Dit is 2 hoog. Dus die wordt 2 hoog. Die wordt 2 hoog. Die wordt...
Maar dan moet hij één... Oh, hij moet één lager. Kijk. Wow, hij wordt echt mooi. Echt, Richard, als je deze video ziet, ik ga hem gewoon naar je doorsturen, want je moet deze zien. Deze tempel is voor jou, hè. Ik heb deze tempel voor jou gemaakt. En dat is uiteindelijk ja, het doel. Mooie dingen maken die mensen achterlaten in de reacties. Kijk, zo moet die zijn. En dan... Ja, dit is hem. Ja. Volgens mij is dit hem helemaal. En dan als we nu dit mooi maken, zo. Ja, dit gaat fout, dat zie ik al. Want deze moet namelijk wel gewoon hier zitten. En niet zo, want dan zit hij naar mij toe. Hij moet zo. Kijk, dit is hoe die moet zijn. Als ik zo zit te kijken, dan denk ik dat die nu klopt. En dan hebben we hier ook weer gewoon zo'n boogje gemaakt. En die bogen, die zijn mooi. Die zijn echt mooi van dit type hout, vind ik zelf. Ik moet alleen even kijken hoe ik ze aan de andere kant nog ga fixen. Kan ik er allemaal bij? Ja, daar kan ik wel bij. Moet ik even deze kant op gaan. Kijk. Oh. Kijk dan die bogen, jongens. Ja, ik moet wel even door, want anders dan... anders dan gebeurt er niet zoveel. We hebben natuurlijk een beetje van... Ja, we moeten wel iets gaan maken. Kijk, en dan hier. En dat wordt dan verlengd naar dit helemaal. En die daar, die... Deze moet gewoon weer hier komen. En dan kan hier... Overal moeten twee op, zeg maar, minstens. Dat is het mooiste. Zo, en dan is het mooiste om gelijk dit te doen. Want dan hoef ik niet meer moeite daarvoor te doen. Oh, het zou toch... Ja, kijk, wat je kunt doen bijvoorbeeld... Je kan niet zomaar aan dat hout komen. Maar je kunt natuurlijk ook ergens anders plaatsen en dan gewoon goed plaatsen. Maar ja, dat is ook weer extra tijd. Dat is ook niet echt ideaal. Kijk, we krijgen nu echt prachtige bogen. En dat is niet op deze hoogte. Dat is echt eentje lager. No! Zo, ik schrok me dood. Ik ging bijna naar beneden. Maar gelukkig niet. Ja, het is nu op dit moment dus vrijdag. Het is iets minder weer vandaag. Maar ik dacht, ja... Weet je, het is ideaal om dan nu op te gaan nemen. Ik had er echt zin in. Lekker weer bouwen. Want ik vind gewoon echt dat we sinds die tempel bouwen echt progressie. Eigenlijk sinds dat huis. Dat het huis gewoon goed is. Is het echt gelijk van ja, nu weten we ook waarvoor we het doen. Nu zitten we echt te bouwen met een reden. Niet van ja, we zitten maar gewoon een beetje te bouwen. Maar we zitten gewoon echt mooie dingen te maken die blijvend zijn. Dat huis bijvoorbeeld ook. Toen dacht ik ook van ja, nu is het huis wel op een manier dat het eigenlijk af is. Dat ik... een beetje cheaten, maar dit is geen fijn gevoel, want dit is natuurlijk duur. Dat had ik vorige aflevering nog uitgelegd, maar ja, het is gewoon pijn, weet je, dat het van dat dure spul is waarvoor je dat gaat gebruiken. Maar dit hakt sneller volgens mij. Kijk, ik doe 1, 2 en dan doen we die er tegenaan en dan doen we die op een hoogte van dit en dan kunnen we hier het laatste beetje hout plaatsen alweer. Kijk dan. Kijk, en oh, dat komt straks. Hoe ik dat weer ga indelen. Want dat moeten we natuurlijk ook weer helemaal gaan doen, dat dak. Moet wel dicht. Maar ik wilde gewoon die zijkanten open houden. Oh, gelukkig dat ik daar water heb geplaatst. Anders dan was ik nu dood geweest. Maar gelukkig viel dat mee. Kijk dan die bogen dan. Zo. Het is ook gewoon de perfecte kleur, vind ik zelf. Nu is alleen de vraag. Ik moet er nu wel opspringen, anders kan ik dit nooit meer doen. Kijk, perfect. Even die dingen ertussen weghalen en dan kan ik altijd kijken wat ik nog met dit ga doen. Misschien is sowieso die hoe heet het wel mooi? Gewoon de birch planks. En voor de rest kunnen we gewoon even kijken wat we ermee gaan doen. Want zo is die wel meer af, vind ik al. Hij is sowieso al veel meer af. Ja mensen, laat ook eventjes in de comments weten wat er binnenkort aan gebouwd moet worden. Kijk, dan is dit projectje klaar. Dan heb ik nog een paar projectjes op het bord staan. Maar laat eventjes in de comments weten wat ik moet gaan bouwen. Want dan ga ik dat gewoon bouwen. Kijk, dit... Ja... Is toch mooi zo? En dan kunnen we nu... Kunnen we verder aan het dak. Ja, we hebben nog wel genoeg, denk ik. Spullen. Oké, gaan we weer wat geks doen, ja? Ik heb nu al gelijk een idee. Dit komt gelijk in me op. Stone. Nee, wood. We gaan dit hout gebruiken. We beginnen met een plank. Dan zetten we deze neer en dan dit. Dan hebben we al iets moois, vind ik. Dan hebben we
drie verschillende blokken alweer gebruikt. En eentje ook nog op andere manieren. Dus dat scheelt. Kijk, dan wordt het wel mooi. En dan wil ik eigenlijk op zo'n manier verder bouwen. Dat ik denk van die. Nee, we gaan het anders doen. Andersom. Die. Kijk, ik zit gewoon wat te proberen. Hè. Dit is gewoon eventjes uit het hoofd. Zo. Slap. Ster. Prachtig toch? Het is gewoon een heel ander effect als je eventjes iets anders ermee doet. Maar het zorgt er wel voor dat het hele gebeuren gewoon... Ja, net even andere vormen allemaal heeft. Het is niet zo recht. Minecraft is natuurlijk heel recht. Maar als je dan je best doet om het anders te maken, dan zorg je er wel echt voor dat het heel mooi wordt. Vind ik zelf. Kijk, dan doen we die zo, en dan doen we die laatste ook. Dan moeten we die slabs nog doen. Zo, het komt precies uit. Kijk, dit hebben we dan nu gedaan. Dan kan hier van een slab komen van steen. Ja, en dat doen we dan hier ook. En hier ook. Geen ook, hè? Geen ookwood. Maar gewoon ook hier een mooie slab. Zo, en dan deze nog weghalen. Dan doen we hier die. Want daarop kunnen we dan gewoon een slab weer doen. Zo. Kijk, en dan zit er zoveel speelsheid in dat hele tempeltje. Dat het gewoon niet een recht toe recht aan gebeuren is geworden. Kijk. Zo. Dan zeg ik, laten we hier een ster doen. Dus dan komt hier een slab. Slab, ster, slab. En dan doen we dat gewoon overal hier. En dan denk ik dat het dak er helemaal op zit. Dan gaan we eerst slapen, want we kunnen natuurlijk nu niks zien. En dan hier komt een laatste dingetje. Oeh, zo. Ik schrok eventjes, want opeens werd de tempel wel een stukje breder. Kan ik hier eigenlijk op? Nee. Dan moeten we het gewoon even via het water doen. En dan gaan we eerst slapen. En dan gaan we kijken hoe het eruit is komen te zien, het dak. Ik ben echt benieuwd. Ik heb het dus nog niet gezien. Jullie hebben het nog niet gezien, dus het is allemaal gewoon een grote verrassing voor ons. Ik ben echt benieuwd. Oké. Dan gaan we eerst slapen. Ik wil echt helemaal niks ervan zien. Ik kijk er niet naar. We gaan hier eerst slapen. We kijken deze kant op. En zo meteen gaan we kijken en dan bam. En dan is het wow, wat is dit voor vets. En dat gaan we nu zien. Nog steeds kijken we niet. We kijken nog steeds niet. We doen netjes de deur dicht. Even kijken hoor. Waar is hier is de brug? Oké, 3, 2, 1. Ja, ik zie het al gelijk. Het ziet er mooi uit, vind ik zelf. Maar er mist nog eventjes die finishing touch. En die ga ik nu aanbrengen. Ik zie het gelijk. Ik zie het echt gelijk. We moeten nog, natuurlijk, het dak iets verbreden. Net als we beneden hebben gedaan. We moeten er nog voor zorgen dat dit natuurlijk zo meegaat. Dus. We gaan. Slap. Ster? Nee. Blok. Slap. Moet ik even kijken hoor. Blok. Nee, jawel. Ik wil gewoon die sters kwijt. Ik heb ze net gemaakt. Zo dan maar. Denk ik. Geen flauw idee ervoor. Ik zit nu ook maar te improviseren. Ja. Ik denk dat dit het gewoon wordt zo. Ik denk dat dit hem wordt. Oké, dan moet ik even denken hoor. Want het was slap. Blok. Ster die kant op, ja. Slap. Nee, het was een hoge slap. Nou ja, zo. Er zit gewoon een beetje detail in. Er zit gewoon een klein beetje detail in, mensen. Meer niet.
Gewoon een beetje detail. Zo. Dan was het slap. Toch op die hoogte. Dit blok. Slap, blok, slap. Ja, blok, slap. Blok. En weer een slap. Dan is het blok, slap, blok, ster. Ja, het is echt een even gedoetje zo hoor. En dan moet ik hem weer andersom doen. Ster. Slap denk ik. Het is een slap toch? Nee, het is een blok. Op deze hoogte. Blok, slap, blok, slap. Op deze hoogte. Zo, echt, eventjes, sorry hoor dat ik niet heel veel zeg, maar ik moet echt even nadenken ook, want het is natuurlijk een bepaalde vorm die we aanhouden. En dat is niet dit, helaas. Ik vind dat soms wel vervelend hoor, dat misplaatsen, maar, oké, okay, zo. Blok. Slap. Blok. En weer slap. Blok. Maak er nog een crafting table. Weer een nieuwe crafting table. Gaat echt goed met crafting tables. Even kijken. Ik moest meer slaps hebben. Anders ga ik het niet redden. Alleen de crafting table weghalen, anders dan gaat die nooit meer weg. Ik was geëindigd bij blok. Slap. Blok. Is hij nu al mooi genoeg of moet hij twee breed zijn? Dat is de grote vraag. Die wij nu gaan beantwoorden. Ja, ik vind hem goed. Ik vind hem oprecht helemaal goed. Eén klein dingetje wil ik nog toepassen. Om er iets meer kleur in aan te brengen, wil ik dit hier hebben. Dan zie je ook van de afstand zie je dat beter dan die birds, vind ik zelf. Oké, okay, en dan moeten we nog een lampje ophangen eigenlijk. Zullen we gewoon een zielig, zo'n zielig lampje ophangen? Gewoon in zo'n bolletje? Nee, gewoon een mooie kroonlucht ophangen ofzo. Even kijken. Volgens mij is hij dan nu zo goed als klaar. Ja, ik vind hem mooi. Ik vind het echt een mooie tempel. Maar ik vind alleen die dingen vind ik uitsteken. Dat vind ik iets minder. Dat gaan we nog even fixen. Dat ziet er niet uit. Even kijken hoor. Hier kan ik bouwen. Deze dingen steken uit. Dat is minder. Maar dat doen we zo. Dat ziet het er mooier uit. Denk ik. En dan doen we deze ook. En dan die laatste ook nog. Dan hebben we gewoon het dak op zich wel op een goede manier gedaan, vind ik. Dan is het dak gewoon precies hoe ik zou willen en niet gekke vormen of zo. Even kijken. Toep, 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 toep. Gaan we hier naar beneden. Zo. Ja, prachtig. Echt waar. Echt een mooie tempel is het geworden. Oké, daar moet ik even op letten. Ik moet eventjes nu dit voor nu weghalen. Zo. Mijn diamond pickers gaat echt ieder moment breken, denk ik. Hoeveel hebben we nog? 55. Oh. Maar dat is dit, denk ik. Is dit 55? Nee, dit is minder dan 55. We moeten die lamp nog ophangen. Ik weet niet. Is het middelpunt 1? Ja, oké. Okay. Kijk, dus dit is dan de tempel die we tot nu toe hebben. Ben ik tevreden? Enigszins ben ik wel tevreden, ja. Enigszins ben ik wel tevreden over de tempel. Kijk, dan heb je hier het heilige water. En dan hier naar beneden moet dan iets komen van licht. En wat gaan we hiermee doen? Wat gaan wij daarmee doen? Dat is de grote vraag. Dat is een hele goede grote vraag die we nog hebben. Laat ik eerst even kijken of we iets van licht kunnen maken. Dat is wel mooi. Even denken. Gewoon met deze dingen denk ik, lanterns. Kijk hoeveel we er nog van hebben, want ze zijn natuurlijk best wel duur om te maken. Ze kosten echt wel heel veel iron. Dus ik had ze hierin gedaan. Nee. Ze zijn finitos. En dan moeten we toch echt doen met de iron die we hier hebben. Nou, dat is nog aardig wat op dit moment. We hebben nog een paar torches. Zullen we die maar redden wel, hè? Ja, kijk.
Ja. Nu gaan we wat sterfs maken. We hebben sticks voor nodig en planks. Want ik wil deze kleur sterfs hebben. Dat vind ik mooi. Zo, hop. En dan kunnen we ze daar gewoon aan hangen. Dat is wel mooi. Dan is gewoon de tempel is gewoon klaar. Helemaal finito. Kijk dan. Goh. Eerste echte bouwwerk waarvan ik denk zo. Dat is wel mooi geworden. Maar de binnenkant is nog niet klaar natuurlijk. Ik ga gelijk even op het midden zitten. Dat is hier. Trouwens, dan kan ik ook gewoon van de tak zien. Maar ja. Het gaat om het idee. Oké. Dan moeten we naar beneden. Nog een naar beneden. Ik denk dat ik niet te laag moet. Dan doen we gewoon zo. Ja, en dan kunnen we hier, hop, kunnen we het aanhangen. Ik denk dat dit wel goed is zo. Kijk, dan hangt dat mooi zo. Dan hebben we daar geen omkijken naar. Hier moeten we nog wat mee fixen, dat het niet een oneindig gat is zoals het nu is. Het moet een soort heilig watertje worden. Of een fontein, of een watertje. Mensen, laat even in de comments weten. Willen jullie hier een fontein zien, of een watertje? Hé, kijk eens hier. Deze nog niet goed. Kijk dan, is dat gewoon mooie pilaren. Ja, het is mooi. Kijk, en dat is dan zo verlicht. Als het dan nacht is, dan heb je die verlichting daar. Opeens zie ik dat ik dit nog niet heb gedaan. Maar ja, dat komt omdat ik het eigenlijk dicht wilde maken. Dus daar moet ik echt nog even naar kijken. Ja mensen, laat ook even in de comments weten. Moet ik dit dicht maken of moet ik het zo laten? Dat het open is. Daar twijfel ik ook nog even over. Ik heb nog wel crafting tegen, toch? Ja. Maar even zo. Dat birdshout is wel echt flink er doorheen gegaan. Dat is goed. Daar was het natuurlijk ook voor. Daar had ik het allemaal voor gepakt. Even kijken wat we nu hebben. Huh? Oh ja, dat was natuurlijk dubbel. Ja, prachtig. Echt mooi. Ik vind het echt goed gelukt zo. Deze moet nog weg. Aha. Oké. Okay. Ja, ja zo moet die zijn. Zoals het nu is. Nou mensen, vond je dit een leuke video? Laat even een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Laat een leuke reactie hieronder achter. Misschien komt jouw reactie wel in beeld. En dan zeg ik voor deze keer. Ciao mensen.